minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak Bigli, heeft haar collega van Indonesië ontvangen. Dit alles gebeurde op maandag 20 mei 2019. Het ontvangst was op het ministerie zelf, waarna er in Hotel Torarica een memorandum of understanding werd getekend. Na Torarica heeft de minister met haar collega een bezoek gebracht aan de president van de Republiek Suriname. Mijn naam is de regering en het volk van de Republiek Suriname, in het bijzonder onze president Desiree Delano Boutersen, onze zuster, ik zei het net al, van harte welkom heten in onze republiek. Ik wil verder van de gelegenheid gebruik maken, ik zei net al, het is een historische lange relatie, dat de Javaanse gemeenschap in ons land als integraal deel van onze populatie een zeer grote bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van ons land bijdraagt. En dat vanaf 1890, toen de eerste personen die nu Javanen van Suriname, Javaanse origine, Surinamers van Javaanse origine, hier eerst als contractarbeiders kwamen. Ik moet zeggen dat dit bezoek niet alleen staat in het teken van het verstevigen van de reeds bestaande banden in diverse sectoren van gemeenschappelijke interesse, maar het tevens zal herbevestigen dat op basis van enkele basisbeginselen van wederzijds partnerschap en respect en committering, maar meer nog voordeel voor land en volk, verstevigd zal worden. Minister, you've arrived yesterday. What is your first impression about Suriname? It's very green, because when I was about to land, then I see all the forest that you have, and the president mentioned, your president mentioned that 94.6% of the territory of Suriname is covered by forest, so it's very green Suriname. How are you looking forward working together with Suriname? So far, we have a very good bilateral relation, starting from, for example, from the diplomatic training cooperation until the artificial insemination for livestock, Sharia banking, trade and others. But during the discussion, both with the foreign minister as well as with the president, I mentioned that Indonesia is very interested to strengthen the cooperation on three fields. One is on the infrastructure development, second is on the energy, and third on the mining. Indonesia and Suriname are blessed to have a very good asset, that is the cultural and historical linkage that we have. So we want to use this asset to capitalize, to strengthen the bilateral cooperation with Suriname. Will this be your first and only visit? This is my first visit to Suriname, and this is the first visit after 26 years of Indonesia foreign minister to Suriname. From Paramaribo, I will be off to New York because this month Indonesia is chairing the UN Security Council. So I have to chair a number of meetings in New York, and from New York, I will be back home to Jakarta.